Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een video maken van de Combat Zone. There are two opposing armies fighting to gain and then whole sectors. Dus nu zijn er allemaal continues until one side runs out of reinforcements and is forced to withdraw. That's it. Now, how do you gain sectors? You gain a sector by securing the objectives inside. To secure an objective, clear it of all hostiles. Once one side holds all the objectives inside a sector, it's theirs. Holding more sectors than the enemy causes them to bleed reinforcements. You bleed the other team to zero, and it's over. You take the field. Sure, you can light up hostiles and whittle down enemy reinforcements, but matches are won or lost by capturing sectors. Eyes on the prize, people. Move out! Okay. Dit is een beetje anders, denk ik, maar oké. Dit is trouwens de eerste keer dat ik een potje ga spelen in de nieuwe map, want nu kan iedereen het spelen. Dus nu is het vooral allemaal aan het laden. Ik heb echt zoveel zin om het te spelen. Oeh ja, dit is deze map. Deze map vind ik zo leuk. Oh, er zijn nieuwe mannen. Heads up! New contacts! US forces in the vicinity! Wow! Ik ben zo, er zijn ook alles kwijt, maar dat maakt niet echt uit. Laten we beginnen met Asso. Kimball Gray, sir. Dus dit is dus de stad. Task force on the ground. We're engaging Russian ground forces. Unless you notepads want to get caught in the crossfire, I suggest you join us. We got a choice. Engineering, support, and sending coordinates. See you on the field. Ik ben gewoon engineer. Ik weet niet wat het dan met anderen is. Oh, de kraan. Het stadion. Oeh, het nieuwe vliegtuig. Helikopter ding. Okay, squad. Strategy is simple. Capture your objectives, take control of the sectors, and repel the enemy. Remember your training. Oké, okay, dit is dus denk ik mijn echte mensen, maar misschien attack niet. The objective! Go! Monitoring your advance, notepads. Oké, okay, dit is nog niet makkelijk. Show the enemy no quarter. Dit is weer één gewenning. Notepads, you are free to move on that objective. Take that position! Locate ik weet niet of dit al echte mensen zijn. Battle's not over yet. Four-way point! Let's move! That's it! Great work! Er zijn nog geen echte mensen. Sector's now under our control. Our forces control most sectors. Maar ik film het lekker wel. Oké, ik ga naar B1. Dit ziet er wel al heel goed uit. Oh! Oké, ik ga er gewoon tegen. Hier gebeuren dingen. Oh, daar is een tank. Ik heb nog nooit in deze map gespeeld. Mijn eerste kill. Oké. Oh nee, daar zijn te veel mensen. Een tank. Oh. Wat is dit? Bringing up protection. Oh, dank. Nee, ik moet hier weg. Gooi daar gewoon een granaat naartoe. Oh, hier vliegt. Oké, okay. Er zijn nog een paar bugs. We have lost control of an objective. Maar niet veel. Dit is echt heel goed. Oké, okay, hier is een gat, hier is een bloed gevallen. Die heb ik gedood. Enemy has secured sector Bravo. Oh,
got to start securing sectors. Enemy has majority control. Oh, ik ga in het gebouw. Hier is precies een hele grote zandstorm geweest, zoals we op de trailer zagen. Maar we kunnen hier echt overal naartoe. Kunnen we wel eens meer? F. Oh. Oh. Oké, ik heb bijna A1. Eigenlijk niet bijna. Holy shit. Hier is gewoon een hele zandstorm waar ik in sta. Er is hier gewoon een zandstorm. Ik probeer wel even dit punt hier te pakken. Oh, wat gebeurt hier? Holy shit. Ik ga even aan de andere kant buiten staan, want dit is echt cool. Wacht, een zandstorm. We just took sector alpha. Oh, ik heb deze dus gepakt. Ik krijg damage. Ik wil eigenlijk in die tank. Situation report. Our forces are struggling to control objective, sir. Ik zie echt helemaal niks. Oh, ik rij. Dan maar een roadkill. Oh, daar is een groter probleem.
Oh, ik rij op hem. Hier gebeurt echt veel. Mag ik door mijn pistool? Ik kan mijn pistool niet pakken de eerste keer dat ik dood ga. Oké. We gaan eens een andere glas pakken. Keep away from me! Oké, maar kan ik dit ook niet? Ja. Ik leef dit even, want dit zijn geen echte mensen. En dan gaan we een potje doen met echte mensen. Als ik weet waar dat staat, tenminste. Oké, de loading screens duren wel even lang. Want ja, nu gaat iedereen spelen, want het is net uit. Ja, agree, continue. Maar ik vind mijn mensen niet... For accessibility options, press space to select experience. Ja, toch. En ook Wildcat at level 10. When in a party, press enter to chat. Wat is dit? Conquest? Ja, Conquest is mijn lieveling. Oké, we gaan een potje starten. Dit is echt cool. Oké, game start in 6 seconden. We gaan hier sowieso nog wel eens live van. Als dit de map is, deze map is echt cool. Laden. En als ik het zeg, laten. This Allied Agricultural Research Facility in Egypt is vital to global food production. The US plans to strong arm the local government into handing over control to them. We cannot allow this. Er zijn veel mensen. You must stop the Americans from claiming it. Ik wil wel een beetje aanval nemen. The battle is in your hands. Kom maar zo. Ja, wapens zijn allemaal wel prima. Ja, dit is een echt potje, denk ik. Als ik de namen kan zien, is het sowieso echt. Ja, dit is echt, denk ik. Hier komen de helikopters. Dit is het dus tegenwoordig. De helikopters. Dat is een echt mens. Yep, als ik naar de namen kijk, echt. Wow, joh, dat gebouw. Hier ook een beetje Duitsland. Je spuit water uit. Als ik hierop sta. Oké, dat gaat niet kapot. Maar nu zijn het waarschijnlijk vooral YouTubers die spelen. Dus. Ik ga mee even deze point hier pakken. Stop the US forces from conquering every sector. Wat was het ook alweer om die wapens te kusten? Ik kan dat niet meer uitspreken. Ja, want dan mijn range wordt wel beter. Oké, die gaat recht door het gebouw. Delta sector is now fully secure. Ik werd al geschoten van ergens.
uit de lucht schieten. Denk het niet. Hier spunt ook alweer water. Oh, denk. Oh, dat, nee, dat is een hoverkrijg. En dat is wel een tank. Oké, ik heb het gefixt. Oh, ik ben denk ik overgereden. Oké. Maar nu kun je echt heel veel verschillende mannetjes zien. Ik had mijn sniper. En ik pak een transporthelikopter. De sniper. Kan ik een beetje vliegen? Ik weet niet of ik hiermee schiet, maar oké. Ah nee, ik ben dood. En ik heb al iemand gekild, denk ik. Ik ben jammer genoeg dood. Ja, misschien kan ik een helikopter pakken of een vliegtuig. Of een straaljager is er binnen 18 seconden. Daar doen we het voor. Straaljagers zijn perfect. Pak sniper. We gaan alles gewoon proberen. We zijn ook al 19 minuten bezig. Ik had dat niet door. Ik dacht echt 7 minuten of zo. Zijn die helikopters dingen er? We kunnen deze customizen. Ga ik nog niet doen. Ze zijn er niet. Nee, oké. Okay, dan spawnen we bij D. D1. Oh, oké, okay, we zijn boven, denk ik. Dit is hier zijn allemaal planten. Oh, hier kan ik wel snijpen. Ik weet niet of dat, okay, of dat ik raak schiet eigenlijk. Snijden.
sniper is wel heel cool. Oh, rip. Iemand sniped. Got to reload. Oh! Waar komt hij vandaan? Okay, we gaan nu met iemand anders. We kunnen met hem. Maar die hebben al gespeeld. Komt eens. Oké, we doen dit. We gaan dit eens proberen. Hostiles assaulting Delta 1. Straaljager en zo zijn er niet. Als hij neerstort, dan doe ik het. Hij stort niet neer. Maar mensen hebben hovercrafts. Maar waar halen ze die vandaan? Nee, ik heb nog sniper. Dan moet ik pistools gaan. Oh, dit is een klok. Wie schoot? Oké. Ik heb hem bijna. We control most sectors on the battlefield. Wat? Hij heeft een jetpack of zo. Oké, headshot snipe. Oh nee! Ik kan nog eens met deze, want ik heb niet echt zijn ding gebruikt. Misschien kan ik revive. Nee, ik kan niet revive. Er is niemand. Dan pak ik SMG. SMG. Oh, ik kan mijn straaljager. Oh nee, 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 nee. Oeh, die was close. Ik gebruik de verkeerde knoppen. Als ik nu deze gebruik. US forces have taken all of Echo Sector. Stop the US forces from conquering every sector. Oh jammer, hier staat echt een hele grote muur. Daar is een straaljager, die kan ik op zich hitten, want hij gaat niet snel. Hier zit niemand in. Die was gewoon leeg. Alpha 1 is now secure. Okay, deze is niet zo makkelijk om te besturen eigenlijk. We have spent half our resources. US forces attacking one of our objectives. Oh, oh dat was close. Dat was echt heel close met die grond. Command of Bravo Sector. Oh, US daar is de hele pop. But they're burning resources. Ready to resupply. Go to support drop. Ah, ja, 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 ja. Ik vergeet de hele tijd dat ik mijn straal dingen moet gebruiken. En hier lagen bij de drop. Maar al die helikopters moeten lagen. Ik wil niet achter hem eigenlijk. Met zijn voor hem, want anders gaan we open. Misschien kan ik een tank of zo lopen, maar dat weet ik niet zeker.
Kan ik hier door? Oh, dat kan. Ik ben dus allemaal eigenlijk een beetje aan het experimenteren, maar dit gaan we niet. Maar misschien kan ik nog wel die helikopter opblazen. Oké, ik heb hem wel geraakt, hè. Hard neergestort. Dat was een probleem. Oké, we gaan met deze dude. Ik weet niet wie dat is. En we gaan gewoon bij D2. Oh, ik kan hier. Oh, wow, 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 wow. Bang killen. US forces have captured an objective. Daar is iemand. Dat was een spawn killer. Stay away! Get back! Ik heb niet eens een gadget kunnen gebruiken. Oh, ik wil geen transport in de computer. Ik ga aan de vangtafel. Wel dat ik dood ben. Iedereen is bij ons gestart. Eigenlijk moet ik een helikopter hebben met een gun. Of een tank. Een tank is altijd wel leuk. Okay.
shit, soldier down! Hier lopen meestal alle mensen. Dus eigenlijk wil ik hier zitten en killen. Maar ik kan mijn pistool niet pakken soms. Dus dat is voor 2. Nee. Maar welke is dat dan? Dan mijn pistool. We have complete control of Delta Sector. Ik ga goed. We control most sectors on the battlefield. Ik wil nu wel eens even weten, kan die exploderen? One of our objectives has been lost. Ja, maar die is veel af. Ik wil echt dat ze dit update dat daar kan inzakken. Right. Come on, this is too easy. Easy in, easy out. Okay. Welcome to gaming SMG kills. Squad place 24. Okay. Level 2. Level 3. Level 4. Level 4. Dat is wel goed. We doen nog een potje. Want waarom niet? En hier weer de oneindige loading. Oh, ik had dit gekregen. Takedown. Equip. Ready playing guard. Ja, confirm. Oh ja, dit wil ik liever. Ja, oké. Okay. Ready playing guard, boeit mij niet. Equip. Ready current loadout. Equip. En een nieuw geweer. We have a job to do. En de preek, dit vind ik wel cool, maar geen start. Ik hoop dat het nu een nieuwe map is. Want er zijn denk ik nog heel veel maps. Ik heb eigenlijk zin in. Oh. Dit is denk ik, dit is een standaard map. Denk ik, ja, dit is. Als we hierop moeten spelen, is het een beetje kut, maar. Misschien winnen we.
En misschien is de map veel beter geworden. Dat kan. Dan in de beta. Is aan te laden. Ja, dit is de normale spawn map. Ik ga gewoon in een auto. Headed to a satellite launch facility in French Guiana. The Russians have a naval task force in the region and it just went airborne. You'll be under siege the whole time. Ik ga direct naar die raket. Holding this facility is vital to US interests in the space domain. Transport's on the way. Gear up and get ready to move. Ik hou Z in. Oeh, het is hier al hard aan het waaien. Hovercraft, hoe komt het aan de hovercraft? Valerai. Oh, oh, dit ding slipt. Oh. Nu komen stenen, iedereen gaat in mijn auto. Nou, de map is duidelijk veel beter geworden. Dat is heel duidelijk. Oh, al dat gras daar beweegt. Oké, dus goed dat ik rij aan die andere kant. De weg is kapot. Wat gebeurt dat ik het wel? Oké, daar is veel meer pita in gestopt dan de pita. Got to start securing sectors. Enemy has majority control. Ik drift. Ik ga naar daar. Gewoon direct hier naar. Ready to deliver supplies. Oké, kan ik nog door de deur? Nee, ik kan er niet meer door. What are their vehicles? Oh, dit is shield. Reloading! Is wat ik wel even ga doen is kijken wat ik allemaal hier op kan doen. Niks, oké. Okay. Hier gaan volgens mij veel mensen staan. Oh nee! Kom op, die wijk! Dat gaat niet meer. We gaan weer met iemand anders. We gaan nog eens deze doen, want ik heb het wapen niet kunnen testen. En wat doet deze? Supply? Ja, eerst gaan we die doen en daarna die. Ik spawn op D1. Oh nee, niet hier! Dan moet ik echt nog kei lang lopen. Rip. Jammer dat hier... Oh, wacht eens even. Oeh, welke ga ik doen? Deze vind ik wel cool. Eerlijk gezegd is deze wel een stuk. In full control of Sector Charlie. Alleen niet zonder geluid, want deze is elektrisch. Ik kan niet wachten totdat die raket opstijgt. Oh, ik denk dat die bijna gaat opstijgen. Ah nee, toch. Nee, ik zit vast. Oké, we rijden gewoon naar daar. En wat we ook moeten testen is wingshoot. Dat is niet al zo. Wordt geschoten. Auto, alsjeblieft, niet wingshoot.
zag die tank niet. Ik heb geen geluk. Oh, maar nu ga ik met een tank. En dat is wel geluk. Kom maar hier, ik ga er van. Ik ga schieten op de raket. Oh, die heeft hij geraakt. Oh, daar stijgt de raket op. What's our status? Go-Patch took objectives fast. Now they have to hold them. Dat is wel sick. Oh, die gaat neer. Wacht, die moet ik even testen. Ik denk dat die... Die kan terugvallen, denk ik. Oh, de golf is nog wel. Oké, hier is de raket. Nu wil ik al eens zien naar de explosie. De raket is daar. Oh, die is groot. Dikke hoop ik wel weer dat die explodeert. Dat is. Oh, je schiet op mij. Nu kan ik hem misschien zien. Waar is hij? Ik moet me even stoppen voor die helikopters. Die zijn overpowered. Oh, echt. Die kan niet kapot. Dat wil ik wel testen. Kan die toren daar exploderen? Oh, nee, wel. Jup, oh, dat is water in dat. Oh, die vuur echt kapot maken. Ja. Oh, die is helemaal kapot. Dat is wel flink te maken. Kan ik hem uit de lucht schieten? Oeh. Oh, ik dacht dat hij raak was. Zijn er straaljagers? Nee. Dan spawnen we rap bij daar. Rap, oké. Wat doet deze? Objective lost. You will retake it. Oké, deze heeft dus ammo en zo. Dit is eigenlijk de goede. We don't stop him, we'll take every sector. Een van de beste, denk ik. Oh, hier is hij. Control sector Charlie. En is deze er? Nee. Oh, de nummers zie je ook zo van. Oh. Daar was iemand. Don't come to me, please! Dit gaat niet echt goed op deze plek, want dit is een plek waar alles gebeurt eigenlijk. Still time, but our forces are taking off. Hier wil ik eruit. Ik kan er. Oké, wingsuit werkt precies nu. Nog niet. Allies moving on Alpha 1. Want ik had het al gezien in de trailer. Rob dit niet, want dan ben ik toch wel wat veiliger. En deze. En deze. Oké, dan ben ik veilig. En dan ga ik hier opzetten. Dan gaan ze mij niet direct zien. Of in die hoek. Oh, hier is nog een deur. Oké, ik ga gewoon hier zitten.
troop by troop, they're paying a price. Keep it up. Hier zijn mensen buiten. Ik kan naar binnen. Er is hier ook nog een teammate van mij. Nee, ik dacht dat ik denk dat ik ergens anders ging zitten. Oh, nu dus niet. Oh, maar die straaljagers zijn altijd weg. Die worden zo rap gepakt. Ik ga gewoon met Mark. Ja. Wat? Waar? Waar? Stay away from me. Ik heb een tactiek, denk ik. Ik ga gewoon op een gebouw. Ik ga met Rieken no longer control en Delta 2. En ik ga both sectors are now under our control. De dingen. Op de occupied sector Delta. Oh, ik denk dat er straks een tornado gaat komen. Oh. Ja, oké, de lift is al open. Oké, hier moet ik wel mijn pistool even gebruiken. Want als er hier iemand is, dan ben ik de lul. Oh, ik dacht dat dat een enemy was. Gelukkig. Oeh, raak. Dat was wel een mooi schot. Oh, dat was scheef. Dan zie ik al ergens een tornado. Oh, dat staat er eenmaal in brand. Ik had dat niet gezien. Oh, hij is zo goed in snipen. No medics! Hij heeft geen assist. Twee keer achter elkaar. Nu wil ik eigenlijk wel even een beetje karma geven. Nee, ik dacht dat die helikopter had. Oké, ik blaf weer af op. Nee, laat maar het toch in het meer. Zijn hier mensen? Fucking mess! Drone active! Dimension. One down! Die heeft dood. Just need a second! Kan ik hem reviven? Ik kan hem niet reviven. We got Sector Charlie. Hostiles attacking one of our objectives. Lead me. Ik kon hem gewoon niet reviven. En nu is er geen helikopter. Ja. Ik heb maar wel een auto die ik kan gebruiken om ergens naartoe te gaan. Reinforcement still coming, but we're at half strength. We gaan gewoon hier naartoe. Ik denk dat. Is dat een tornado? Of is het daar? Nee, dat is niet. We gaan natuurlijk wel voorheen. All Foxtrot objectives under our control. Sector secured. One of our objectives is under attack. Okay, als ik hier ben, ga ik F2. Don't
Keep away! Ik heb wel nog iemand gekild met die auto. Maar ik ben dood. Daar gaat een helikopter neer, dus ik denk dat we straks wel een helikopter kunnen pakken. Ja, ze gaan nu spawnen. Dus we gaan even wachten. En we gaan ondertussen... Wacht, deze heeft... Oh, ik kan nog niet kijken naar... Ondertussen gaan we deze Effie pakken. En dan gaan we de voertuigen zijn er bijna. If we don't stop them, they'll take every sector. Denk ik dan toch. Tien, negen, acht en roert. Drie, twee, één. Je wacht voor niks. Alleen die. En daar heb ik niks aan. Maar ik ga even hier spannen. Want veel mensen hebben even die hoever geraakt. Ik denk dat er een tornado is. Is er een tornado? Nee, maar hoe komen die mensen aan die overkruis? Want dat wil ik ook wel. Eigenlijk wil ik die raketten zien opstijgen terwijl er een tornado is. Oh, die gaat scheef. Oké, we moeten even... ver lopen, maar hoe dit er allemaal uitziet, dat is echt heel cool. Want hier kan een auto staan. Oh, hier vliegt een helikopter. Opschoot, maar ik heb hem al dood, mensen. Okay, hier staan auto's. En deze keer ga ik voor de quad. Want die gaat wel wat sneller. Oké, we rijden rap naar hier. Denk en veerkaart. Oh, 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 tank, 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 tank. Iemand schoot mijn tank. Dus ik ga maar af. Mijn mannetje is helemaal nat. Echo 1 is under siege. Oh. Een hoovercraft. Die heeft een gun, die hoovercraft. Ik wil Keep een away hoovercraft. From me. Maar denk dat je dat alleen kan hebben of zo aan de andere kant. Oké, we spannen gewoon. Hoezo? Control of an objective. Hoezo? Hey, maar ik wil wel niet daar. Enemy forces control sector Charlie. Dat wil ik wel. Ik hoor een piep. If we don't stop them, they'll take every sector. Ik denk dat deze raket gaat exploderen. Throw a grenade, get back! Oké, maar wat is die missile?
Oh, oké, okay, ik weet wat dit is. Dat is heel duidelijk wat het is. Dat is een helikopter, die kan ik proberen pakken eigenlijk. Oh, oh, zo. Ik dacht dat je die zelf moest besturen. Oh, jammer. Maar dat is dat nu nog eens doen. Hij heeft geen flare meer. Ik doe het opnieuw, totdat ik iemand lok. Is te ver. Die is ook te ver, misschien een tank. Nee, tanks werken. Irritant, Rick. Blaas me nu op. Please, zijn er helikopters? Ja, eindelijk, er is een helikopter. Maar nee, er is geen plek. Die zijn wel... Oh, oké. Okay. Helikopter. Oh ja, deze. Ik heb die nog nooit tegengekomen. Vandaag, dus tot de volgende keer. Bye.